TV, wie bent u? Ik ben Vincent de Ridder van de Van Nelle Ontwerpfabriek. Wat maken ze hier eigenlijk allemaal? Vroeger maakten ze hier koffie en thee en tabak. En tegenwoordig is dit een verzamelgebouw. En er zitten allemaal bedrijven hier. Reclamebureaus en architecten. En wij organiseren hier evenementen. Hoe lang werkt u al hier? Ik werk hier al 5 jaar. Wat heeft u al die tijd hier gedaan? Ja, dat vragen heel veel mensen zich af. Maar wij samen met een team verhuren wij de ruimte voor evenementen. Voor bedrijfsevenementen, dus congressen en beurzen en personeelsfeesten. Dat soort dingen. Waarom maken ze hier geen tabak en koffie meer? Omdat dit pand eigenlijk, het is heel oud, het staat er al vanaf 1931 en het is een beetje gedateerd. Het was op een gegeven moment niet meer geschikt voor de productie van koffie, thee en tabak. Sinds wanneer hebben ze dat afgekeurd? Halverwege de jaren 90. Want de Vanelle is op een gegeven moment overgenomen door Douwe Egberts. Wie heeft Vanellefabriek eigenlijk gemaakt? Dat is gemaakt door een architectenbureau, Brinkman en Van der Vlucht. Die hebben het ontworpen. Vanelle was toen eigendom van 3 broers. En die broers heetten Van der Leeuw. En die hebben dit laten bouwen. Hoe lang staat dit gebouw al hier? Vanaf 1931. Dus dat is heel lang. Hoeveel mensen werken hier? Nou, bij ons bedrijf werken 9 mensen. Maar in dit gebouw werken wel iets van 1000 mensen. En die zitten dus bij allemaal verschillende bedrijven. Wat doen jullie eigenlijk voor werk? Ik ben manager van het bedrijf. Dus ik geef leiding aan het sales team. Die moeten proberen om de zaal te verhuren. En ik geef leiding aan het team die ervoor zorgen dat operationeel alles gedaan wordt tijdens die evenementen. Wat doen jullie allemaal in deze zaal hier? Hier doen we congressen, dus presentaties van grote bedrijven. Vorige week was hier bijvoorbeeld een heel groot feest voor 2500 mensen. Een mustfeest, heel leuk. En er was ook een uitgeserveerd diner voor 900 man van Shell. Dat kennen jullie vast wel. En Shell die had alle mensen die jubileerden, dus die bijvoorbeeld 5 of 10 of 15 jaar in dienst waren, hebben ze uitgenodigd voor een feest. En er zaten hier 900 mensen te eten aan tafels. Was je er ook bij? Ik was er ook bij, ja. En dat zag er echt heel mooi uit. Ja, er stonden echt 100 ronde tafels hier. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja, het zag er heel mooi uit. En er was allemaal dus er was een zanger, zangeressen, dansers waren er. Het was een hele mooie avond.